Goeie. Hey, ik wil even een quiz met jullie doen. Matthijs, het is voor jou ook heel belangrijk, cruciaal moment. Want voor jou staat de grote grabbelton. En het is maar de vraag of jij daar straks in mag gaan grabbelen. Oké. En met deze quiz kun je het een beetje gaan bewijzen. Ik ben vorige week naar de film Tenet geweest van Christopher Nolan. Ik weet niet of jullie er wat over hebben gehoord. Ik ben er geweest. Ook. Je bent er ook geweest? Ja. Kijk. Oh, ja. Nou. Ja. Kap een bakkie. Nee, maar Rick, ben jij er geweest? Ik ben er niet geweest. Weet je waar het over gaat? Een beetje? Globaal. Ik heb het goed, om het maar even heel kort door te nemen. Doe jij het maar, Matthijs. Ik weet nog steeds niet. heb je Inception gezien? Nee. Oké, dus van dezelfde regisseur. Is een beetje vergelijkbaar qua ingewikkeldheid, ja, zeg maar, van de film. En Interstellar zit er ook heel erg in. Interstellar is ook inderdaad van diezelfde man. Het is een film waarin tijdreizen soort van uitgevonden blijkt te zijn. Maar niet nu, maar in de toekomst. Maar de mensen uit de toekomst kunnen dus wel terug naar het verleden, maar niet andersom. Okay. En er komen dus ineens ook wapens tevoorschijn die door die tijdreismachine komen. En daardoor werken ze andersom. Dus als je dan een kogel afvuurt, dan schiet hij terug het geweer in plaats van dat hij uit het geweer komt. Maar waarom? Omdat dat wapen dan uit de toekomst komt. En omdat hij door die machine is gedraaid, is die omgedraaid. En werkt hij precies andersom. Nee, maar die logica, die mist een beetje. Nee. Nee, Rick, je moet er maar even kijken. Want het is echt. Je kunt het niet uitleggen. Nee, het is echt lastig. Ik zat ook zo verward in die bioscoop. Ik had geen idee wat er gebeurde. Nee. En ik heb inderdaad Interstellar, Inception heb ik zo vaak gekeken. En ook steeds zie je weer nieuwe dingen in die film. En dat zou ik bij deze ook kunnen. Film, maar ik zit er even praktisch over denken, hè. Ja, dat moet je niet doen bij films. Nee. Maar als jij wel terug in de tijd kan, omdat in de toekomst je kunt tijdreizen. Ja. Dan weet je in de toekomst dus hoe zo'n machine in elkaar zit, hoe dat werkt. Ja. Dan kun je toch terug in de tijd gaan en in het verleden, dus in ons nu, die machine alsnog bouwen. En dan hadden ze ook soort van gedaan, want ze hadden die machine verkocht aan de evil guys. Dus de evil guys in het verleden, die hadden de machine. En de good guys niet. De Poetins en de Trumps. Ja, soort van. Soort Poetin wel, toch? Ja, soort Poetin. Maar goed, de film is dus staat een beetje. Wat je ziet ook als je die trailer kijkt, je ziet heel veel dingen teruggaan. Dus als iemand in een auto zit, zie je die auto helemaal terug. En als iemand rent, dan rennen ze op de andere manier. Nou, hoe kunnen we dat gaan verweven? Hoezo? Wat bedoel je? Ja, omdat het in het verleden is, hoeft nog niet te betekenen dat het achteruit gaat. Nee, maar ze zijn terug tijd ingestuurd, dus ze gaan achteruit. Ja. Nee, maar je moet hem even kijken. Dit is niet uit te leggen voor ons. Maar om het spelletje even alsnog te gaan doen. Ik heb een aantal liedjes, en we hebben het wel eens eerder gedaan, heb ik in zijn reverse gezet. Oh. Ah. En nu is aan jullie de vraag, welk liedje is het? Dus welkom bij de Tenet quiz. Rick, je hoeft hier niet de film niet voor gezien te hebben. Nee, maar het staat wel in het teken daarvan. Ik heb wel de handicap dat mijn koptelefoon echt kanonnenzacht staat. Oké, nou ja. Misschien hoor ik het niet. Als ik het niet weet, dan hoor ik het gaan niet. Zullen we ook weer even dobbelen wie dan als eerst mag? Dat is goed. Oh, ja. Oh, jij moet dan wel even de dobbelsteen hebben. Kijk eens naar. Als het hem blaft. Ik heb 7. Oeh. Ik heb 9, ik moet even rekenen. Oké, 7 en 9 dus. Ja. Oké, eerste fragmentje. Ja, ik weet het wel. Je weet het wel. Ik denk het. De trein even aflopen. Nou, welke is het, Rick? Nou, het is sowieso Gerard Joling. Dat is al helemaal goed. En ik dacht, ik weet niet of dat de officiële titel is, maar het is nog niet voorbij. Helemaal goed. Oh. Helemaal goed. Ik heb hem af dat ze voren echt een stuk beter. Ik kan voorstellen, ja. Weet je maar blij dat je het niet wist dat ik kon raden. Ja. Oké. Dan gaan we eventjes, ik moet hem ook even doorklikken hoor, naar fragmentje 2. Gaan jullie eerst even dobbelen? Ja. Oh, ja. Oeh. Oeh. Oh, oh. Ik heb 7. Ik heb, hij ligt nu bij, wat ligt er op die bij jou? 1. Nee, heb je 6. En hier, 6. Hop, 12. Zo, ja, dus Matthijs die mag er zo meteen beginnen. Dit is het fragmentje. Komt ie aan. Ik denk dat ik dit achterstevoren ook veel beter vind dan vooruit. Ik heb geen idee wat het is, maar.
Je weet het niet. Het klinkt alsof het zo'nzelfde soort nummer is. Ik heb geen idee. Wil je gokken, een artiest gokken? Jeroen van de Boom. Dat is helaas niet goed. Nee. Het is wel een beetje dat kaliber. Rick, weet jij het? Ja, ik ken een nummer, maar ik heb eigenlijk geen idee van de titel en artiest. Maar wacht even hoor. Probeer even te reproduceren. Kun je een beetje zingen? Dat is een leven. Nee. Praktisch ieder leven. Nee, wacht. Nee. Dat is een leven ook. Ja, zeg maar. Nee, kun je de tekst een beetje zingen? Nee. Ja, nee, dit is allebei geen punten hoor. Dit is echt te weinig. Iets van John West of Jannes of... Oh nee, helemaal niet. Nee, het is Henk Dissel met een bom. Ja, echt. Je aarzelt geen moment en past met bollen op de mond en hart. En onvoorstelbaar. Ik geloofde dat al wel hoor. Ik geef me over en ik laat alles vallen met de staat. Jij bent een bom die keihard inslaat. Oké, Henk Dissel met een bom dus. Even kijken. Deze die is ook wel een lach. Gaan jullie even dobbelen? Ja. Oh, nee, er ligt 8. 8. En Rick? Hij wil niet. Oh. Zo. Hier. Ah, dat is wel Matthijs, mag zo. Sowieso Russisch. Ja, dat is wel apart, hè? Ja, het klonk net alsof ze net zong: Ik hou van het Oostblok. Dat stond ik erin. Ja, het klonk een beetje als Pussy Riot, maar dan niet achter tevoren. Maar ja, goed, dat zal bij mij liggen. Nee, nou, ja, ik ben blanco. Nee, ik heb er geen idee. Nee, en deze is een aantal weken geleden ook al voorbij gekomen. Die heb ik op de kazoo moeten doen, namelijk. Kun je de name of? Ja. Ach, die uitgehaald. Oké, we gaan even gauw door naar de laatste, want deze heeft... dit is ook best wel een cadeautje, dus ik vind dat Matthijs deze als eerste mag doen. En dan kan het 1-1 zijn en dan praten we nergens meer over. Zullen we dat doen? Prima. Oké. Komt ie aan? Dit is hem. Grote Hongaarse hit geweest. Alsof ik dit weet, jongens. Kom op, jij hebt het geen echt idee. Net gehoord. Hij heeft me al gehoord vandaag. Oh. Het is een liedje van 20 seconden. Dan is het jullie weekend tune, maar dan andersom. Jij hebt het heel. Rick en Mikwel, dan is het met de rust gedaan. Je luistert er in 7 en nou, de radio staat aan. De buurt, hoor. Ja. Die show is weer begonnen. Oh, het is hier altijd veel. Ja, hij staat voor je, maar ga er maar alvast op rekenen dat jij straks met je hand erin mag. Oh. No. Waarin? Ontsmet? Nee, dat niet. Oh. Zit er nog de hygiëne van John Koppes in.